Hallo allemaal bij deze nieuwe video van Eefje Beefje. Voordat deze video begint wil ik jullie nog even bedanken voor alle lieve reacties die jullie gaven bij de vorige vlog. En ik weet zeker dat het goed komt tussen Vive en mij. Maar ja, al het begin is moeilijk. Net zoals in deze video. Maar, eind goed, al goed. Blijf kijken! Jongens, dit is echt heel erg. Ik word net gebeld en ik ben nu dus onderweg naar stal. Ik word net gebeld dat onze Polly ligt in haar stal en niet meer wil opstaan. Dus ik ga er gauw naartoe en kijken wat er aan de hand is. Misschien heeft ze alleen een beetje spierpijn van gisteren. Ze heeft natuurlijk gisteren in de bak gereden. Maar ja, zoals jullie weten is Polly al op een hoge leeftijd. Dus ik ga gauw naar stal en dan... hou ik jullie op de hoogte van wat er aan de hand is. Ja, ik ben niet zo snel in paniek hoor. Maar alleen de gedachte al dat ik dat mijn Polly moet hem missen. Dat, ja, dat grijpt me gelijk heel erg aan. Polly is natuurlijk mijn eerste pony. En ja, je hoopt dat ze 50 worden in alle gezondheid natuurlijk. Maar goed, ik ga niet op de zaken vooruit lopen. We zijn onderweg, dus... ik hoop dat het weer goed komt en dat ze misschien een beetje spierpijn heeft van gisteren. Nou, Polly is weer in de benen zoals jullie zien. Met behulp van een van de jongens die hier woont hebben we haar in de benen gekregen. En nou, ze loopt niet van harte, maar ze loopt als ik er even een beetje dwing. Dus ja, misschien is het toch coliek of een beetje spierbevangenheid. Maar ik loop even een paar rondjes met haar. Ik zie nou niet echt aan dat ze pijn heeft of zo. Dus... geen idee wat er aan de hand is. We kijken het even rustig af. En mocht het nou echt ja, minder gaan, dan laten we natuurlijk de dieren eens even komen. Maar voor nu wandelen we even. Als het coliek is, dan wandelen we het er even uit. Ik zal straks ook even kijken of ze goed gemest heeft wel vannacht. Kijk, het is wel duidelijk dat ze de hele nacht op deze zijde heeft gelegen. Jolanda zei net ook dat ze... echt helemaal plat ging liggen met haar hoofd en met haar benen gestrekt. En daar heb ik dan geen beelden van. Maar Jolanda had wel even een filmpje gemaakt dat ze alweer wat alerter werd. Maar eten heb ik nog niet gezien, dus dat vind ik wel een beetje spannend. Want Polly en niet eten, dat hoort nu bij elkaar. Ik zet Polly net op stal en zoals jullie zien is Polly gelijk weer gaan liggen. Ik heb net de dierenarts gelijk gebeld, want ook toen we buiten aan het lopen waren ging Polly stilstaan en wilde ze ook gelijk weer gaan liggen. Dus we hebben de temperatuur ook gemeten. Ze heeft 36,5. Dat is geen koorts. Ik word straks teruggebeld door de dierenarts en dan even afwachten. Met Marielle. Hoi. Oké, nou dan... dan wachten we hem op. Oké, yo, hoi. Nou, de dierenarts komt er al met een kwartiertje aan. Waren de keul netjes wel op vanmorgen? Ja, de keul waren wel op. Daar komt de dierenarts, nu komt ze weer overeind. Want jullie hadden haar liggend gevonden vanochtend? Of ja, ze is liggend gevonden en ook echt lang uit. Ja. Oh, nou zie je, dat is gewoon te lang. Ja. Ja, ze lag echt plat. Ja, echt plat. En ja. Toen hebben we, of tenminste, ik was er toen nog niet bij, maar ze hebben mij gelijk gebeld. Ja. Het enige wat ik hoor is heel veel darmgeluiden. Eigenlijk meer dan je zou verwachten. Ik wil wel even proberen of ik haar van achter toch iets kan opvoelen. Waarschijnlijk kom ik niet ver in, maar even om te voelen of er bijvoorbeeld heel veel gas op zit. Dat voel je namelijk direct. Ja. Het is een redelijk grote verstopping dat ze heeft.
kan het net niet helemaal bij het einde van de verstopping. Het zit in de dikke darm, zit het. Het loopt, zeg maar, je hebt een dikke darmdeel dat hier aan deze kant loopt. Mm-hmm. Zo. En die zit verstopt en het is een beetje ook al verplaatst zo naar de rechterkant toe. Zoals jullie zien loopt Polly weer. En de diernaas is net weg. Polly heeft darmonderzoek gehad en het bleek dat er linker dikke darm ernstig verstopt was en het is al overgegaan naar rechterdarm. Daarom heeft ze zonde gekregen, pijnstilling en darmverslapper. De komende 48 uur zijn kritiek. Ze moet zichzelf nu gaan bewijzen. Ze mag niks eten en ze moet dus even apart staan van de rest. Dat was in vogelvlucht even wat er nu aan de hand is. Dus het kan nog alle kanten op gaan, maar voor nu zijn we positief. Ja, ze moet nu zelf die verstopping eruit werken. En dus lekker gaan mesten. Dus we hopen dat ze heel veel gaat schijten. We zijn voor ongeveer de 100ste keer vandaag op stal. Tenminste, zo voelt het voor mij wel. Evina is deze keer ook mee, want Evina is klaar met school. Maar we gaan dus weer even bij Polly kijken. Even een kleine update over vanmiddag. Ik ben meerdere keren op stal geweest. Ik heb meerdere keren rondjes met haar gelopen. En dat moet ook, want bij verstoppingscoliek zoals Polly dat heeft, moet je er eigenlijk voor zorgen dat de darmen in beweging komen. En dat kan je doen door rustig rondjes te gaan lopen. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar helaas heeft Polly nog niet gemest. Tenminste, de laatste keer dat ik checkte was een uurtje geleden. Toen had ze nog niet gemest. We zijn nu op stal en we gaan zo even bij Polly kijken. Evina gaat op Viva rijden in de binnenbak. En dan haal ik Polly ook even naar de binnenbak. En dan kan ik met Polly even rondjes lopen in de binnenbak. In de hoop dat ze wel gaat mesten. Maar eerst even buiten kijken natuurlijk of ze daar misschien gemest heeft. Ik hoop zelf wel echt heel erg dat Polly gaat poepen. Ja. Hoe blij kan je zijn met een drol? Hè? Ja. Ik hoop het ook. Maar we gaan gauw kijken. Ja. Polly mag nu eerst geen hooi eten. Dus ze kan niet bij Naira in de stal staan. Dus we hebben het zo bedacht dat Naira gewoon in de oude stal blijft staan. En dat Polly in de stal van Viva gaat staan. En Viva gaat in de stal van de ezels. Ja, dat gaan we dus even een paar dagen doen. En dan kunnen we ook goed kijken of Polly inderdaad goed gemest heeft. En Polly mag dus geen hooi meer eten. Die gaat nu, als ze het er doorheen haalt, gaat ze over naar, op Senioris Pioris. En zo min mogelijk hooi of kuil. Dus ja, hoe we het in de toekomst gaan oplossen, dat moeten we nog even zien. Maar goed, eerst maar even deze tijd doorkomen. Nou, we gaan ze even halen. Hoe kom ik hier eigenlijk overheen? Nou, gewoon er overheen stappen. Polly. Nou, we hebben Polly dus zo even op dit stukje gezet. Met de achterkant ook dicht. Maar ik ga even ook naar binnen. Zoals jullie zien, zien we nog geen mest. Ook niet gedronken. Polly. Wel even je best doen, Polly. Randje 687 vandaag. Oh, jullie zien Evina daar rijden. Update. Helaas nog niet gemest. De verzorgster van Polly, Renilde, komt ook zo even langs. Omdat het er toch niet zo mooi uitziet nu. Hey, schat, kom je kus halen? Kom je kus halen? Ja? Krijg je kus? Oh. Oh, je denkt ook nog snoep te krijgen. En je mag niks eten. Dat is nou vervelend. Nou, Renilde is ook lekker langs geweest. Die heeft even lekker met Polly gewandeld. En nu is het afwachten. Polly gaat nu op stal. Ik ga vanavond nog even een paar keer checken. Maar het is afwachten wat het worden gaat. Mama, Polly heeft gepoept! Yay! Nou, het is wel een klein beetje, maar hoe blij ben je? Ik denk dat ik nooit zo blij ben geweest dat een paard heeft gepoept. Nou, inderdaad.
Ja, jij hè? Jij hè? Ja. Nou, en verder poepen hè? Nou, zeg je wel trusten? Dit is Pauline. Het is inmiddels 8:30 en ik ben weer even op stal. We gaan eens even zien hoe het met Polly is. Pikken donker. Hey Polly. Polly hinnikt. Polly staat nog. En Polly. Heeft nog niet meer gemest. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik ben kotsberoerd, maar ja, we gaan weer bij Polly kijken. Kijken hoe ze de nacht doorgekomen is. Laten we gauw gaan. Hoor ik daar een hinnikje? Hallo Polly. Hoe is het met jou? Hey. Een grote drol. Goed zo. Eens even kijken in de stal. Nou, ze heeft wel gelegen, zie je. Maar dat is niet zo erg. Dat doet ze eigenlijk altijd wel. Hey Polly. Is wel heel dichtbij, hè? Hey Polly, hoe is het met jou? Eens even zien, hoor. Oh, hier nog een oppertje. Twee drollen heeft ze gedaan. Nou, hartstikke goed. We gaan zien wat de rest van de dag gaat brengen. Hè, Pop? We zijn voorzichtig positief. Ik heb net even contact gehad met de dierenarts en ondertussen even naar een training van Viva gekeken. En ik kom terug en kijk eens wat ik vind. Nog een drolletje! Yippie! De dierenarts gaat me zo terugbellen en dan hebben we nog even overleg over of dit afdoende is en hoe we het verder gaan oppakken vandaag. Maar zoals jullie al aan mijn gezicht kunnen zien, ben ik blij. En Polly ook. Die staat te kijken naar het hooi wat voor de ligt. Maar ja, dat mag je niet, hè? Nee, dat mag jij nog niet. Wat een emotionele rollercoaster is dit, zeg. Ik ben net gebeld door de dierenarts om even weer te overleggen over de situatie van Polly. En ze heeft natuurlijk 3 mooie hoopjes mest gegeven. Maar toch is dat volgens de dierenarts nog niet echt voldoende. En daarnaast ook, gisteren heeft de dierenarts via de zonde olie in haar maag gebracht. En het zou dus nu zo moeten zijn dat de ontlasting die ze heeft, de mest die ze heeft, daar moet dus een laagje olie omheen zitten. Dit is niet het geval. En wat betekent dat nou? Dat eigenlijk de verstopping er nog gewoon zit. Dat is natuurlijk niet het nieuws wat we wilden horen. Maar ja, we hebben nog goede hoop. Daarnaast heb ik ook gemerkt dat Polly helemaal niets gedronken heeft. En dit heb ik ook met de dierenarts overlegd. We gaan nu een heel klein beetje senioris prioris doen voor de smaak. In een hele emmer water. Moet dus even weken. En dan hopen we dat ze zo water gaat drinken. Want als je dus een verstopping hebt, dat is bij mensen ook zo. Als je een verstopping hebt in je maag, dan moet je heel goed blijven drinken. Want anders droog je uit. En als er geen vocht bij die verstopping komt, dan gaat die verstopping nooit oplossen. Dus ik heb hier een emmertje met een heel klein beetje senioris prioris en heel veel water. En hier heb ik alvast een kilootje senioris prioris klaargemaakt. Dat doe ik gewoon in geloof. Want ik hoop dat ze morgen weer beter is en dat we dan kunnen starten met kleine beetjes senioris prioris geven. Vandaag zei de dierenarts, mag ze dus helaas nog helemaal niks eten. Dat is gewoon beter om haar dan niks te eten te geven. Zodat ja, eerst die verstopping eruit komt voordat je hem aan de voorkant weer gaat aanvullen. Ik ga nu eerst even een kopje koffie drinken en dan ga ik daarna het water aan Polly aanbieden. Hé hey schatjes, staan jullie lekker te genieten van het hooi. Yummy yummy. Nou, ik breng Polly even deze emmer met water. Oh, schatje. Kijk eens. Voor jou. Maar dat is lekker.
Yes, ze drinkt ervan. Oh, dat is echt heel fijn. Daar zijn we weer. Ik heb even een touwtje gepakt, want ik ga even een rondje met Polly lopen. Aljon is er ook. Die gaat hier even lekker spelen. Is het hier? Heb jij een cadeautje voor mij? Hè? Kom eens even. Nou, ze heeft niet meer gedronken dan vanmorgen. En geen mest helaas. Ik ga even wat rondjes met haar in de bak lopen om even te proberen weer wat beweging in die darmen te krijgen. Ik ben nu aan het rondjes lopen met Polly. Polly laat haar hoofd weer een beetje zakken. Mama? Ja? Mag ik een eindje hebben? Ja, je mag een eindje. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat het weer wat slechter gaat. Wat zeg je? Ja, we hebben al heel veel rondjes gelopen, hè, met Polly. Ja. Ja. Kijk, zulke grote drollen moet ze maken. Zie je, zulke grote drollen moet Polly maken. Nee. Jawel, maar Polly moet beter worden. Toch? Nee, toch? Jawel. Anders wordt mama toch zo verdrietig en Aljon. Nee. Dan word ik echt niet verdrietig. Nou, dat is leuk zeg. Ja. Dan weet ik. Dan schop ik op de water. Ja. Op de water. Ja. Hé, maar Polly is toch heel erg ziek? Nee, hij kan moe, gekkie. Oh, nou, als dat het was, hè? Nee. Hij is gewoon moe. Ja, dat zou... Oh, wat erg. Dat zou ook best wel kunnen, ja. Dat is gewoon erg mooi. Ze is natuurlijk al heel erg oud. Hè? Ja. Paul is al heel erg oud, hè? Ik ben helemaal oud. Mama, ze past er niet. Nee. Zal ik even overheen tillen? Oh, dat bedoel ik nou met een emotionele rollercoaster. Het ene moment sta je te janken en het andere moment moet je lachen om je knullige zoon. Mama. Gaat je deze touw eraf doen? Nee, die touw moet er even blijven. Kom maar, mama gaat je optillen. Huh? Mama, ja. kan je kijk, Polly heeft een beetje dorst, denk ik. Maar die andere wil ze niet opdrinken, dus moeten we nog even een beetje slabber water maken voor Polly. Ja? Zullen we dat even doen nog? Ja, dat gaan we echt doen. Ik breng weer even een emmertje. Kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Misschien als ik de camera een beetje zo hou. Maar het lijkt of dit meswater is met een laagje olie erop. Maar ja, dat zou geen mooi teken zijn, want er is nog steeds niet gemest. En als zij dus wel de olie kwijt is geraakt, maar niet de mest, dan zit de verstopping er nog. Nou, wat ik dus net weer meemaak, ik loop die kant op om de dierenarts te gaan bellen, want ik denk, ja, het is nu echt klaar. Ze mest niet en tijdens het lopen net, nou, dat ging ook niet echt lekker. Ik denk, oké, het is klaar. Dus ik loop die kant op en ze heeft gewoon gemest. En met dat ik dat constateer en blij loop te zijn, belt de dierenarts om even te overleggen. Nou, de dierenarts heeft nu gezegd, we gaan het weekend overtillen. We moeten dus nu op gaan bouwen met de senioris pioris, wel heel langzaam en natuurlijk goed monitoren wat er gaat gebeuren. Maar voor nu zijn we dus toch wel weer een beetje positief. Oh man, het kan echt die kant op, die kant op, die kant op. Man, man.
Maar goed, maandag heb ik weer contact met de dierenarts. Nu ga ik naar huis, want Aldon is in een plas met water gevallen. Zo, we zijn een paar uurtjes verder en ik ben op stal. Het is inmiddels donker geworden. Nou ja, jullie begrijpen dat bij mij de vreugde echt overheerst. Ik kreeg net zelfs een berichtje van een stalgenoot die zei dat Polly aan het heen en weer rennen was. En aan het bokken was. Dus, nou ja. Ik hoop dat dat een goed teken is, maar ik ben nu in ieder geval heel blij. Zoals de dierenarts al zei, gaan we maandag weer overleggen en zien hoe het op dat moment is. Dus ik twijfel nog een beetje of ik dit allemaal in één vlog ga proppen. Maar eigenlijk wil ik jullie ook wel zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dus, maar goed, dat moet ik dus even zien. Ik ga nu de paardjes binnenhalen en Polly een heel klein beetje van de nieuwe voer aanbieden. En dan moeten we maar zien hoe het loopt. Zaterdagochtend 9 uur en we zijn er weer. Aldon is ook even mee, want die was ook al wakker. Normaal gesproken ben ik natuurlijk niet thuis op zaterdag, want dan ben ik aan het werk. Maar in dit geval was ik dus thuis om voor Polly te zorgen. En we gaan eens even kijken hoe ze erbij staat vanmorgen. Wat zeg je? Polly alweer ziek? Polly wordt wel weer beter, ja, nu. Goedemorgen, Polly. Wat heb je een vieze bende van gemaakt? Maar ik zie wel drollen, dus dat is goed. Hier is Senioris Prioris, dat heb ik klaargemaakt. En dat mogen we nu mee gaan opbouwen. Dus Polly krijgt nu een deel aangelengd met water. Nou, dat doe ik dus zo. Kijk, even een bakje. En dat doe ik hierin. Kijk, lekker een beetje water erbij. En dan is het gelijk gemengd. Verwacht ik al. En dan vanmiddag krijgt ze nog een deel. En vanavond nog zo'n deel. Nou, geniet er lekker van. Dan heeft ze gelijk weer wat vocht binnen, hè. Het is 2 uur en Polly is weer toe aan een slobberbeurtje. Dus we gaan er even een beetje voor brengen. En kijken hoe ze er nu weer bij staat. Hé, jongens, kijk. Kunnen jullie het zien? Ik heb nieuwe laarsjes. En die laarsjes mogen gelijk door de blupsie. En deze emmer is echt super zwaar. Echt waar? Er zit maar 2 liter water in. Nou ja. Nou zeg Jady. Jady staat nog even wat slokjes melk te jatten van mama. Jady is trouwens 's nachts al in een andere stal. Dus we zijn al bezig met afspenen. En daar is onze Polly. Polly, hoe is het met jou? Even kijken hoor. Dit is een nieuw mesthoopje. Ja. En dit is ook een nieuw mesthoopje. Maar ik wil even honger. Hier zo. Ja. Polly heeft er zin in. Dit lijkt mij een mooi moment om deze vlog af te sluiten. Het gaat nu hartstikke goed met Polly. We blijven haar goed monitoren en langzaam het voeren opbouwen. Wij zijn hartstikke blij en dat laten we zien met een luid gejuich. Woo! Wil je nou ook de gezondheid van Polly blijven volgen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. En dan zeggen wij tot de volgende vlog! Doei!